Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Renault Live. Vandaag ga ik langs bij Pickle de Winkel. Bij hen krijgt eten, wat anders wordt weggegooid, een tweede leven door het te conserveren. Hoe ze dit doen, gaan we straks achterkomen. Let's go! Hi Eva, wat leuk dat ik een kijkje mag nemen in jullie keuken. Ja, leuk dat je er bent. We zijn hier in een prachtige winkel. Wat is Pickle de Winkel precies? Pickle de Winkel is een winkel waarin we groenten voornamelijk ophalen die dreigen te worden weggegooid en die te conserveren door alle oude technieken die nu niet meer zoveel gebruikt worden, maar die wij weer herintroduceren hier. Dus eigenlijk datgene wat weggegooid wordt, daar kunnen jullie toch nog iets mee doen? Ja. Oké, nu weet ik eigenlijk helemaal niks van conserveren. Hoe doen jullie dat? Voedsel kan je drogen, je kan het zouten, je kan het zuren, je kan het suikeren. En het zijn bewaartechnieken die niet met E-nummers werken en die dus eigenlijk veel beter zijn om dingen te bewaren. Nou ben je deze winkel samen begonnen met je partner Betsy. Ja. Hoe zijn jullie hiermee gestart? We zijn begonnen omdat wij eerst zelf een hele grote moestuin hadden, waar wij heel veel overschot ook hadden. Dus dan denk je, hoe kan ik die anders bewaren? Dat ik straks heb ik ze niet meer. In de winter wil ik misschien ook wel een courgette. Want dat is mooi ook van conserveren, zodat je in de winter de zomer kan eten. Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of je me misschien een soort van stoomcursus kunt geven. Ja, natuurlijk. Nou, laten we eens een kijkje gaan nemen. Nou is het natuurlijk ondoenlijk om mij alle conserveringstechnieken uit te leggen. Maar wat gaan wij nu doen? Gisteren bij het hondenwandelen hebben we deze onrijpe noten gevonden, walnoten. Oh, dit zijn walnoten? Ja, dit zijn hele jonge walnoten. En wat moeten we doen dan? Om het pekeltje er goed in te kunnen laten trekken, moeten we er heel veel gaatjes in maken en prikken. Ik denk al, waar is dit? Dit is hier ergens voor. Ja, we gaan die breien. Nou heb ik een vriendin die gek is op zuur. Het kan haar niet zuur genoeg zijn, of ze nou zwanger is of niet. Wat vind jij nou het allerlekkerste wat je ooit verzuurd hebt? Nou, dat blijft mijzelf ook steeds verrassen. Dus ik had laatst prei gekregen. Die ben ik gewoon gaan fermenteren, dus gewoon met zout. En er komt dan een smaak uit die je eigenlijk dan nog nooit eerder hebt gehad. En dan wordt het nou een beetje zuur en zoet, maar dan denk je, zo ken ik prei nog niet. Maar je ziet er opeens veel meer kanten aan groenten. Wat willen jullie nou uitdragen met het concept wat jullie hier hebben? Nou, voornamelijk willen wij uitdragen dat andere mensen ook bewust worden van die overschot en het heft weer in handen nemen en zelf, voornamelijk ook zelf gaan fermenteren. Je hebt dus naast het pekelen eigenlijk nog heel veel andere technieken. Heb jij alle technieken onder de knie? Ja. Wij gebruiken ook alle technieken om groenten te bewaren. En, de groente bepaalt eigenlijk wat je ermee doet. Of je het gaat versuikeren of bijvoorbeeld droogt, zoals een paddenstoel. Nou hebben wij allemaal gaatjes geprikt. Ja. Wat is dan de volgende stap die we moeten doen? Dan gaan we ze pekelen. Een pekel is zout water. En dat zal ik dan even doen. En hoe weet je dan hoeveel je moet gebruiken? Ja, nou, ik doe het altijd een beetje vanuit de losse pols. Maar ik denk zo'n 8% als je thuis zou willen doen op het gewicht. En dan doe je een deksel op en dan moeten we even wachten. Je gaat nog een keer in de pekel, dat is een tweede keer. En daarna gaat het pas op de azijn met specerijen. Dan moet hij ook nog even staan. Dan moet hij nog even staan, dus ik kan het nu niet proeven. Nee, we kunnen het nu niet proeven. Maar ik heb wel iets anders voor jou om te proeven. Wat je kan meenemen. Oh kijk, een ingelegde komkommer. Heerlijk. Ja, ik wil jou heel erg bedanken voor vandaag. En vooral eigenlijk dat je mij hebt kunnen laten zien dat je op een hele duurzame en goede manier met voedsel om kan gaan. Dank je wel. Graag gedaan. En ik ga dit zeker opeten. Goed. Pekelen, zouten, fermenteren. Nou, vandaag weet ik hoe het werkt. En dat je verloren voedsel er lekker en eetbaar mee kunt maken. Eva en haar partner Betsy hebben met Pickle de Winkel een volgende stap gezet om voedsel, wat anders verloren zou gaan, te redden. Nou, ben je benieuwd waar we de volgende keer naartoe gaan en wil je niks missen? Vergeet je dan niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Renault TV. En like deze video. Tot kijk!